De Media 100 2021. Roland Terenstra staat op nummer 100. Rien van Beemen komt binnen op 99. En collega Madelon Fortuyn staat op 98. Joost Issta komen we tegen op 97. En Denise Huisman komt nieuw binnen op 96. Karin Swering staat op 95. Gerard van den Broek is nieuw binnengekomen op 94. En Rick Ledder staat op 93. Ben van den Burg komt gezellig buurten, vers gearriveerd op 92. Thijs Muller staat dit jaar op 91. De nieuwe juryvoorzitter van de Cross Media Awards, John Oliveira, stijgt van 96 naar nummer 90. En Dennis Alkats komt binnen op 89. Georgette de Sliek staat op 88. Marlene Wikkel staat op 87. En Brian Heerman komt vers de Media 100 binnen op plaats 86. Ramon Mesman, nieuw op 85. Joyce Nieuwenhuis staat op 84. Guy Grimmelt vinden we dit jaar op nummer 83. Terwijl Darre van Dijk na een stijging van 6 plaatsen op 82 te vinden is. Mark Adriani komt feestelijk nieuw de lijst binnen op 81. Johan van der Zanden is eveneens een nieuwe gast in de Media 100. Hij staat op 80. Erik Kip staat op 79. Erland Galjaard op 78. En Kees Wilbrink op 77. Yvonne Prins stijgt lekker door in de lijst der lijsten. Van 94 naar 76. Boris Veldhuizen van Zanten staat op 75. En Boukje Taphoorn wrijft zich in de handen omdat zijn nieuw is binnengekomen op een prachtige plaats 74. Pablo van den Berg staat op 73. Nienke Plas vinden we terug op 72 en maakt een flinke duikeling. Tessa van der Starre daarentegen komt vanuit het niets spectaculair binnen op 71. Wesley ter Haar stijgt 13 plaatsen naar 70. Anna Nouchin doet het wat rustiger aan op 69. En dat kunnen we niet zeggen van Gert-Jaap Hoekman. Hij staat nu op 68. Hans Nijenhuis steeg flink van 86 naar 67. Frans Klein deed een stapje terug en staat nu op 66. Hilmar Mulder vinden we dit jaar op 65. En Robert Bernink knalt de Media 100 binnen. Helemaal nieuw in de lijst op 64. Patrick Molleman stijgt ook en staat daarom op 63. Arno Peperkoorn stijgt 4 plaatsen naar 62. En moet Onno Zeelen boven zich dulden op 61. Caroline van het Hek, 13 plaatsen gestegen en nu op nummer 60. Bert Hagedorn gaat als een raket, nieuw binnen op 59. Caroline van Turenhout sleept de ene prijs naar de andere in de wacht. Dus is het niet zo gek dat zij de lijst bestormt en spectaculair binnenkomt op 58. Allard Ruil staat dit jaar op 57. En Gert IJzenbart staat op 56. Andrea Huiszoon staat op 55. Crossmedia vrouw van het jaar Monique Pennings is de allergrootste stijger in de Media 100 van 2021. Van 95 naar nummer 54. Arno de Jong, niemand kan om hem heen en dus de Media 100 zeker niet. Arno komt nieuw binnen en wel op plaats 53. Giel de Winter staat op 52. Rogier IJzermans kwam vorig jaar binnen op 74 en stoot dit jaar door naar 51. Dolly van den Akker houdt het steady en staat op 50. Mandy van der Wal zien we op 49. Raymond Buter staat dit jaar op 48. En Kees Verbeek vinden we terug op 47. Tekla Schäfer pakte de zaken rigoureus aan en komt vers de lijst binnendenderen op plaats 46. Dimi Albers doet het nog net iets rigoureuzer en staat dus vanuit het niets zomaar even op 45. Frank Volmer blijft staan op 44, maar Sabine Bijleveld is volop in beweging. Nieuw in de lijst op 43. Fidan Ekkies doet het nog beter en komt de lijst vanuit het niets opvrolijken. Ze komt binnen op 42. Humberto Tan staat dit keer op 41. Julius Minnaar steeg vorig jaar 36 plaatsen en dit jaar dendert hij met 23 plaatsen door naar nummer 40. Pim Schmietz stijgt maar liefst 19 plaatsen in de Media 100 en bezet nu plek 39. Marion Koopman blijft op 38 staan. René Hofma beziet de mediawereld vanaf plaats 37 en bevindt zich in goed gezelschap. Ruud de Lange op 36. Media duizendpoot Wilfred Gené is de één na hoogste binnenkomer in de lijst en staat op 35. Isabelle Dax doet het weer goed en blijft staan op 34. Harry Dekker vinden we dit jaar terug op 33. En Talpa's Paul Reumer stijgt opnieuw, maar liefst 20 plaatsen opwaarts naar 32. Dave Minnebo bracht na Radio 538 nu Q-Music van DPG Media tot grote hoogte. En dan stijg je in de Media 100 zomaar van 64 naar 31. Michael Valentijn, maar liefst 11 plaatsen gestegen, staat op 30. Johnny de Mol staat dit jaar op 29. Leonie Koning staat tamelijk steady op 28. En naast haar, 1 plaats hoger op 27, staat Yildau van der Bijl. Gerard Gazarian vinden we op 26.
Jan Slachter weigert zijn plaats te verlaten en blijft derhalve staan op 25. Marieke Elsinga, het zal niemand verbazen, is de hoogste nieuwe binnenkomer. Zij staat op plaats 24. Johan Derksen staat op 23. Erik Kramer staat op 22. Willem-Albert Bol stond en staat op een mooie 21ste plaats en ziet vanaf daar Alexander Klupping naast hem staan op 20. Sjoela Rijksman behoort tot de grootste stijgers in de lijst. Zij komt van 37 en staat nu op 19. Angela de Jong staat op 18 en Jeroen Pauw dit jaar op 17. Voormalig crossmediaman Lauren van der Heijden stijgt één plaats en staat op 16. Zou het Victor lukken een ministerie van Digitale Zaken te laten oprichten in Den Haag? Vanaf plek 15 in de Media 100 zou je denken dat dat Victor knaap zeker gaat lukken. Nicky de Jager steeg maar liefst 40 plaatsen in de lijst en niemand vraagt zich af waarom. Ze staat op nummer 14. Adva van Zanten was vorig jaar de grootste stijger in de lijst en klimt ook nu weer flink door, van 26 naar nummer 13. Sven Sauvé staat op 12 in de Media 100, terwijl Peter van der Vorst gebroederlijk naast hem staat. Hij steeg één plaats en staat daarom op 11. Sander Schimmelpenning bewoog professioneel alle kanten op en in de Media 100 beweegt hij stevig opwaarts. Van plaats 32 knalt hij naar nummer 10. Erik Roddenhoff stijgt eveneens spectaculair. Met 19 plaatsen schuift hij de top 10 binnen. Erik staat op nummer 9. Tim Hofman is ook een nieuweling in de top 10. Van 30 steeg hij spectaculair naar nummer 8. Chantal Jansen staat dit jaar op nummer 7. En boven Erve Doorns blijft lekker staan op nummer 6. Linda de Mol verwisselt van plaats met Christian van Tillo. Zij staat dit jaar op 5. En Christian van Tillo daardoor op nummer 4. En dan de top 3. Op plaats 3 staat stevig verankerd talkshowkoningin Eva Jinek. Wie staat in de jubileumeditie van de Media 100 op nummer 1? En is daarmee de meest invloedrijke persoon van 2021 in de Nederlandse media? Is het wederom John de Mol, de meest invloedrijke persoon van het decennium? Of is het Arjen Lubach, die zich al enige tijd op plaats 2 bevindt? De nummer 1 van de Media 100 2021 is... Arjen Lubach!